Keeps. Oh, mooi. Mooi. Okay, rust, kneeling. Oh, ja. Heb je licht genoeg? Nee. Ja, toch wel, ja. Nou ah, ja, voor de filmpje wel. Voor de foto's dan is het niet meer leuk. Net. Ja, ongeveer, hè? Ja. Joh. Ja, een hele groot gezin, hè? Ja, 9 jongens of zoiets. Ja. Dus een fotootje. Mooi, ja, de mooie foto, ja.
Ongelooflijk, hè? Vertel me wat over de pijn op de voeten. Hé. 1, 2. Nou, nou blijf ik nog even staan. Ongelooflijk, hè? Vertel me wat over de pijn. En hier probeer ik gezond te leven, hè? Ik heb nooit gerookt. En, ja. Ik kijk uit met eten en ik fiets ontzettend veel, iedere dag. Weer of geen weer, ik fiets. Ja, dat vind ik heel goed. Maar dat wil nog geen garantie zijn, hoor. Nee, hoor. Maar het helpt wel, weet je. Dus, ja. Ja? Ik mocht geen lid worden, want ik was niet katholiek. Wat was je toen nog? Ja, dat was heel streng toch, hè? Nou, zou dat geen probleem meer zijn. Nee. Dat mocht niet van de bisschop van Haarlem. Van Haarlem zelfs? De bisschop van Haarlem. Helemaal... Dat resulteert deze parochie onder en op. Wauw. Dus je zegt dus tegen Jodeboe, die was toen jeugdleider. Die zegt, hoe weet die bisschop nou in Haarlem dat ik niet katholiek ben? Ja, joh, maar... radioprogramma zondagavond. Dus die waren heel open voor dat. Dat en is, die hebben ons natuurlijk. Ja, ja, die waren heel ruim, denk ik. Ik ben teruggestuurd om de 70ste. Goed halen. Ze blijft gevaarlijk. Ik moet maar eens aan een ouder iemand van Olivio vragen of ze pastoor Raatschelders herkennen. Die was in de oorlogsjaren hier, was die, en dat was een hele amabele, ruimdenkende pastoor, was die, pastoor Raatschelders. Oké. Die heeft later een landelijke bekendheid gekregen. En komt die op Pijnakker? Nee. Oh, okay. Hey, hoi. 1-2. 1-2. 1-2 Olivia, ja. Nou, in ieder geval allemaal goed gekomen. Ja. Toen, ja, ja, wat je zegt. Ja, dat dacht ik al. Stuifrecht. Gaat buiten spel. Binnen daar, binnen! Ik denk dat er weer zo'n bal zo in. Maar dan kun je zien dat ze nu een staaf rechts is, hè? Want hij liep hier helemaal vrij aan deze kant. Ja. Eigenlijk moet hij die bal geven met links, gewoon naar de waterkant. En dan zelf doorlopen. Kies de kies. Ja, vandaag wel. Ja! Zo, 2-2. Schiet heel op, denk ik, hoor. Ja.
Kijk. Ik hoorde dat de tweede keer. Ja. Maar ook een beetje begrijpelijk, hè? Nou, dat is ook waar. Ja, maar je moet gewoon zelf de kansen benutten, weet je. Ja, zeker de eerste half. Ja, maar ook aan het eind van de tweede helft. Ja, de laatste 5 minuten. Moet je gewoon die bal, die Huntelaar moet ook die ene bal erin schieten, recht op de keeper af. Nou ja, dat zie je veel, dat zie ik net ook nu. Dat ze die ballen allemaal... Nee, dat is niet beslissend. Hij breekt naar het toe. Kijk, ook weer lopen. Nou, Nigel, doe het hier. Die was wel. Daar zit vaart in, zeg. In die bal. Maar ook. Met curve. Goede richting. Ja. Kom jongens, kan nog! Dat was een beauty. Mooi toch? Ja, die was ook mooi. Denk eens in het spelbeeld. Ja, de extra tijd is op, hè? Ja. No way. 4-3. Jammer. Hoe staat het? 4-3. Hey, hoi. Ja, 4-3. Dat is heel lang 0-2. Ja, heel lang in ieder geval 0-2.